is Marinette. Spreek een boodschap in. Piep! Jullie hebben de laatste tijd duidelijk wat communicatieproblemen. Ze is vast thuis. En ik kan het haar beter persoonlijk zeggen. Is er iemand? Huh? Marinette? Huh? Chloe. Wat heb je gedaan? Avery, niets nut. Daar ben je eindelijk. Oh, ik weet al wat je gaat zeggen. Nare Chloe. Ik hoop dat je het bakkersmeisje geen pijn hebt gedaan. Oh, ik ben zo bang dat je me straft. Grapje. Het interesseert me niets. En Avery Verradery kan toch niks doen. Want dan vertel ik Dupeng Cheng dat hij tegen haar gelogen heeft. Dat hij niet verteld heeft dat hij naar Londen gaat als de brave marionet van zijn papa. Inderdaad. Ik weet echt alles. Maar het kan gewoon ons geheimje blijven, hoor. Je hoeft alleen maar precies te doen wat ik wil. En als eerste wil ik dat jij mijn vice-burgemeester wordt. Je bent echt doorgedraaid, Chloe. Ik krijg alles wat ik wil. Dus ook jou. Tenzij je wil dat ik het bakkersmeisje de waarheid vertel. Weet je wat? Ik vertel het Marinette zelf wel. Wil je naar haar toe gaan? Bedank mij dan maar, want ik breng je wens in vervulling. Straftijd voor deze verrader! Belachelijk! Je blijft voor altijd belachelijk! Je hebt straf. Dit is het straflokaal. Zoek een hoek om in te gaan staan en je mag eruit. Maar er zijn geen hoeken hier. We blijven alleen maar lopen in rondjes en rondjes. Hoe heeft Chloe dit gedaan? Marinette! 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 Adrian! Adrian! Marinette! Adrian! Marinette! Ik zal er. Laten we doen alsof we die schermen vernielen. Belachelijk! Jij blijft voor altijd belachelijk! Stel me even gerust. Je bent toch niet vergeten dat ik je superkrachten kan geven, hoop ik? Nee, maar ik mag mezelf toch niet verraden?